Welkom bij NIC aflevering 13. Ik kreeg me van de week een mooi ding, cadeau. Van een boom uit het Kronenburger Park hebben ze dit embleem gemaakt van onze club. Dus Nijmegen, ze kennen het eigenlijk niet. Klasse jongens, bedankt. Ja, 1-1 bij Utrecht. Ja, dat is een mooie uitslag. Eerste helft worden we helemaal weggespoeld, maakt die parasiet 1-0, die oude NIC'er. En de nieuwe NIC'er, Freddy Cardioloog U, maakt 1-1. Ja, zeer tevreden. Kom je maandagmorgen in de klas, vragen die klasgenoten. Freddy, hij heeft van het weekend nog een meisje gescoord. Freddy zegt, ik heb iets veel mooier gescoord, een doelpunt. Mohamed Rai is geblesseerd aan zijn enkel. Is hij naar de huisarts geweest? Zegt die huisarts, ik heb je al lang niet meer gezien. Zegt hij, ja dat klopt, ik ben ziek geweest. Ja, Freddy was mijn favoriete speler. Die panna bij Ayoub door de benen en een geweldig mooie doelpunt. Ze maken wel mooie reclame, er gaat niks boven Groningen. Dat klopt ook, want dan krijg je de Noordzee. Ha, 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 ha. Scheidsrechter Ed Jansen, 45 jaar, komt uit Meijel. Ja, wat moet ik er nog meer van die fan zeggen? Hij werkt bij een taxibedrijf in Fangrooy. Hij had me wel eens verkeerd gebracht. Zat ik daar, bracht hij me godverdomme naar Arnhem. Ze hebben een pad in de kool staan. Is het nou een kikker of een schildpad? Ik weet het niet. Hij is wel op het slechte pad met 20 kools tegen. Nou, ik reken wel op een overwinning. Dan staan we mooi middenin. Ik reken op 2-0. En dan gaat het goed komen weer. Ja, je moet tegen je oude club. Dat wordt weer bittere ernst, Fabo. Hoi.